Tijdens een edekansjaar hoort er natuurlijk ook het actievoeren bij. En hier krijgen we nog wel eens vragen over. Van ja, hoe kan ik nou het meeste geld inzamelen? Waar moet ik rekening mee houden? Wat zijn goede acties? En in deze video willen we jullie vooral iets vertellen over productverkoop. En naast mij zit Christian Elsenaar van het Corderius College. En hij is een held op het gebied van productverkoop. Vooral speculaaspoppen is hij erg goed in. Dus ik wilde aan jou wel eens even vragen. Waar moet ik rekening mee houden met productverkoop? Nou ja, het is vooral een beetje zoeken naar van wat voor producten kun je verkopen. Hè? Dan heb je het vooral over bepaalde seizoenen. Ja. Sinterklaas is natuurlijk de speculaaspoppen. Mm-hmm. De pepernoten wellicht. Rondom Pasen kun je de paaseitjes. Rondom Valentijn kun je het hebben over de rozen. Ja. Hè? Of wellicht chocola, Tony Chocoloni. Wat gewoon hele goede acties zijn om, om zeg maar te verkopen. Ja. Bloembollen. Ja, die werken ook altijd heel erg goed. Ja. Hoe kom je daar dan aan? Nou ja, soms is het een beetje zoeken. In contact komen met bedrijven die wellicht bereid zijn om voor jou die producten te leveren tegen inkoopprijs. En om vervolgens voor een meerprijs te verkopen. Ja. En dan moet je natuurlijk wel proberen om zoveel mogelijk winst te behalen. Ja. Want als je maar 50 euro winst haalt, dan heb je ook niet echt heel veel geld wat je ophaalt. Dus dat is wel, dat is wel heel erg jammer. Misschien iemand uit het netwerk? Dat is zeker handig. Als je leerlingen hebt, maar ook school, die hebben natuurlijk een enorm netwerk aan bedrijven, aan ouders die voor bepaalde bedrijven werken. En dan is het heel goed om, om daar gebruik van te maken, zodat je zoveel mogelijk kan afzetten. Ja. Ja, dat scheelt enorm. Zeker. Ja. Zijn er nog meer dingen waar we over na moeten denken? Nou ja, je moet wel nadenken over van wat kun je vragen voor een bepaald product. Ja. Ja, als je het verkoopt aan leerlingen, een ijsje of een oliebol of een speculaaspop. Ja. Dat valt onder de prijs, onder de 5 euro. Mm-hmm. Dat willen ze nog wel betalen. Als je het hebt over bedrijven, die kunnen best wat meer. Ja. Ouders zijn vaak ook wel bereid om meer te geven. Mm-hmm. Dus in de verkoop van je producten moet je goed weten van wat is je doelgroep, aan wie verkoop je het. En wat kun je dan ook vragen. Ja. Want ze zijn echt bereid om te geven, maar niet. Je moet wel bedenken van. Aan wie verkoop ik het en wat kan ik dan maximaal vragen? Ik denk dat dit een paar hele bruikbare tips zijn. Ik hoop het. Heb je nog iets aan toe te voegen? Nee, ik zou zeggen succes en zet hem op. Ja, voor meer vragen kun je ons altijd mailen, toch? Zeker. Oké, toppie.